Welkom bij Royal Tea. Mijn naam is Odilia Draaniets en ik ben een diplomatieke duizendpoot. En mijn naam is Rick Evers, koningshuisverslaggever. Elke week nemen we je mee in de wonderlijke wereld van de royals. Vanuit het prachtige Hotel des Indes nemen we je mee naar de volgende aflevering van onze podcast. Majesteiten, Gende, Rooibos of Earl Grey. De dampen, de thee staat klaar. Met royale verhalen, soms koffie dik kijken. Royal, want hier is jouw royalty. Odilia, aflevering 2, we zijn er weer. We zijn er weer, Rick. De royalty is hier ingeschonken, bij mij in ieder geval. Nou, bij mij niet, maar het is ook royalty, hè? Ja. Dus naast de thee mag ook champagne. Oh, oké, vooruit. Zo, een beetje prik. Heb jij een goede week gehad? Hele goede week en ik heb hele leuke reacties gekregen op onze podcast. Het is natuurlijk voor ons ook een avontuur om dit te doen. Ik heb erg genoten met jou om dit samen aan te gaan. En ik dacht, jemia, wie is nou eigenlijk geïnteresseerd om dat nou allemaal te gaan beluisteren? Maar, maar veel. Honderden, ja. Ja, we hebben heel veel. Niet ontevreden, ja. Nee, ik ook helemaal niet. En ik dacht, goh, wat leuk, want er zijn toch een heleboel dingen die nog niet verteld zijn. En we nemen elke keer weer iets mee wat ik denk, goh, ja, dat is toch, de weetjes zijn eigenlijk leuk. En niet te serieus, maar gewoon. Ik zag trouwens en hoorde dat we zelfs op het paleis worden gehoord. Heb ik ook gehoord. Ja. Maar goed, daar kunnen we niks over zeggen. Wat ik ook heb gehoord, en we kregen een aantal reacties, onder andere het verschil met de Engelse versus continentale stijl. Dat ging over, je was op Slot Zuilen en je had daar de serviezen en het bestek en het verschil tussen Engels en continentaal is dat de vork daar omgedraaid wordt, omdat ze aan het Franse hof veel kant aan hun mouwen hadden en dan makkelijker de vork bleef hangen en mee van tafel getrokken werd. Nou, weet je, ik vind dat zo ongelooflijk ingewikkeld. Wat ik weet uit mijn achtergrond, dat als je op de vorken en de lepels en de messen vaak niet, maar wapens hebt, precies, dat je daarom de vork omdraait, dat je kan zien van ik zit bij die en die met dat wapen. Ja. Maar dat wapen gaan we het later nog even hebben. En alsof de Fransen überhaupt aan gemak dachten in plaats van aan schoonheid. Absoluut. Zeg. Die gingen echt niet zeggen, we gaan dicht of open dekken. Oh, hè? Fransen dekken altijd dicht. Ja. Je hebt die Butler School hier in het zuiden van het land. Ja. En daar, dat is internationaal. Ze zijn mij heel bekend om trouwens. Een fantastisch goede opleiding. En daar leren ze open dekken. En toen zei een Française, sorry, dat kan ik gewoon niet. Ik blijf mijn hele leven bij wie ik later ook in dienst ga, blijf ik dicht dekken. Dat was ze gewoon gewend. Aan het hof heb je allerlei verschillende wapens die erin gegraveerd zijn. Want in verschillende periodes zijn ze natuurlijk gedaan. En de grap is eigenlijk, je hebt nog een stadhoudelijk wapen, maar die hebt natuurlijk daarna kwam het Nederlandse Rijkswapen. In die tussentijd, die Franse tijd, waren de Fransen natuurlijk op de paleizen. Die hebben ook best wel veel bestek achtergelaten. En daar hebben ze dus gewoon, ja, dat hebben ze opnieuw gepolijst. En ze hebben daar gewoon het wapen uitgehaald en het nieuwe Nederlandse wapen ingegraveerd. Echt zo Hollands ook weer. Ja, zuinig. Ik ben zunig, hè? Ja, nou, een beetje de schatkist, een beetje dan spek, hè? Om niet weer nieuwe messen en vorken aan te schaffen. Nee, ik vind ze nou prima, toch? Ja, we kregen nog een hoop andere vragen. Hoe zit het nou met de grootmeester en grootmeesteres? Wat doen die nou eigenlijk? Er zit dus best wel een verschilletje in. Het is niet dat ze hetzelfde zijn. De grootmeesteres, misschien kent de luisteraar Martine van Loon-Labouchère nog wel. Zij was de grootmeesteres onder Beatrix jarenlang. Goede vriendin ook van haar. Zij ging mee op staatsbezoeken. Het is een onbetaalde baan. Het is eigenlijk de hoogste onder de hofdames eigenlijk. Zij heeft een veel meer diplomatieke functie ook. Zij gaat alle residenties af van de ambassadeurs, inderdaad, die allemaal in Den Haag en Amsterdam gevestigd zijn. Zij mag naar die feestjes toe om daar toch ook weer de ogen en de oren van het hof te zijn. Dus aan de ene kant is een functie namens de koningin, namens de vrouw, maar ook een functie, zeg maar dat praktische, hè, van toch af en toe dat handtasje vast moeten houden. Maar vooral ook namens het staatshoofd, nu de koning, die ogen en oren zijn bij de ambassadeurs. Ja. En de grootmeester daarentegen, als je zou je misschien wel kunnen zien als de CEO van het bedrijf wat de koning heeft. Waarvan hij natuurlijk de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dat is de koning dan ongeveer. En dan is de grootmeester
De CEO, die wel natuurlijk gewoon betaald krijgt en dan gewoon een fulltime baan aan heeft. Dus, ja, dat is dan weer erg. Ik heb je man-vrouw weer, wat gek is natuurlijk. Ja. Grootmeester, die dan een hele belangrijke functie heeft. En die is ook verantwoordelijk dat bijvoorbeeld de troonrede, keurig klaar ligt op bepaalde plekken waar dan de koning of de koningin toen nog Beatrix dat voor kon lezen. Er was een split second toen zij nog koningin was, Beatrix, en dat de grootmeester, dat er iets met die troonrede was, dat hij niet precies op de plek lag of wat anders. Oh. En toen kreeg ik een blik in die ogen dat ik dacht, oh my god, hè, weet je. Maar dat werd met de camera werd dat even vastgelegd, woedend, omdat er iets niet ging zoals het moest. En de grootmeesteres, dat is nu Bibi van Zuylen. Bibi Gravin van Zuylen van Nijenveld en Beer Portugal. De Beer Portugal, ja. En ik heb heel vroeger nog op de kindjes de Beer Portugal gepast. Oh, met een vriendinnetje van mij. Ja, heel leuk. Nou, maar in ieder geval, zij doet dat inderdaad. Wat eigenlijk, ja, moet ik zeggen. Als ik dat vergelijk met mijn functie, wat we altijd zeiden van hoe zit dat dan? Wat doe jij dan in het buitenland? En zoals als vrouw van de ambassadeur. Ik was ook de oren en ogen van Ed. Omdat ik hoor meer. De grootmeesteres hoort meer dan koningin Maxima zal horen. En die kan ook een hele goede functie erin vervullen. Ja. Maar een hele andere rol dus. Ja. Even naar afgelopen week nog, qua wat ik nog heb meegemaakt. Ik was uitgenodigd bij een collega van mij in België. Zijn man was jarig en hield een lekkere afternoon tea. Nou, heerlijk. En het gesprek van de dag was daar natuurlijk. Er is een lover voor de kroonprinses. Prinses Elisabeth, officieel moeten we de hertogin van Brabant zeggen. Dat is haar officiële titel. Het is Nicholas Dodd, 20. Zij is 22. Maar ze vinden het kan niet. Want hij is niet van adel. Mathilde was van adel. Paola was van adel. Fabiola was van adel. Ja, wij hebben natuurlijk al iets langer een traditie misschien dat we dat allemaal niet zo erg vinden. Max was natuurlijk helemaal niet van adel. En eigenlijk is niemand meer binnen de koninklijke familie de laatste 50 jaar met iemand van adel getrouwd. Het is wel jammer natuurlijk eigenlijk. Ja, in de ene kant is dat natuurlijk jammer. Waarom? Omdat je als jij in die komt of zo bent grootgebracht, dat je niet meer hoeft te wennen aan hoe het moet. En als jij het ergens anders grootbrengt, waar dat dus niet luistert, waar je dus niet die rol hoeft te vervullen, dan ligt daar nog wel een taakje. En ik vind dat toen koningin Maxima hier in Nederland aankwam en ongelooflijk met die persconferentie toen ze de verloving aankondigde. Willem-Alexander zo in love. Als je maar in love kan zijn. Dat vond ik ook zo leuk om te zien. En Maxima met dat Nederlands. Nou, wij waren flabbergast. Het zeiden echt wauw, weet je wel, slim. Gewoon slimme vrouw. En die pikt het heel makkelijk op. Maar ja, als je dat niet hebt, dan kan je wel. Er zijn valkuilen. Kijk nou bijvoorbeeld naar Meghan. Daar hebben we het zo nog over, inderdaad. Ja, deze jongen komt wel gewoon van Oxford University natuurlijk. Dus de manieren zullen er vast al in zitten. Zelfde studiegroep. De Manchester Evening News is naar de familie toegegaan van Nicholas. En die zeggen allemaal, er is niks van waar. Nou, ik kan me nou iets bij voorstellen, jij waarschijnlijk ook, Rick, dat als je nou net verliefd bent en je weet het nog helemaal niet en je zit nog met vlinders in je buik en dat je denkt, oh god, doe ik dit wel goed of is dat wel leuk met hem? En dat er dan meteen mensen omheen komen en is het al wat? En daar zou ik ook helemaal gek van worden. Dus ik snap het wel, maar dat dit dan ook weer naar buiten komt, denk ik, hoe kan dat nou als je toch in die Oxford community een beetje zit, weet je wat, zijn altijd mensen die lullen dan. Ja. Dat hebben we natuurlijk ook gehad, volgens mij, met William en Kate, weet je wel, dat daar opeens de pers, en ik snap het natuurlijk ook wel, want het is natuurlijk nieuws, maar ik vind die prinses Elizabeth, vind ik ontzettend leuk meisje, die wel in die traditie heel goed is grootgebracht, en toen ze 18 werd, daar een fantastische speech gaf, was echt, en in dat leger waar ze zit, denk ik, nou, weet je, die wij hebben dan bij die Belgen dat we dan af en toe zeggen van ja, die lopen een beetje achter. Maar soms heeft dat toch erge voordelen dat ze wel nog even die striktheid houden van wat ze moeten. Hè? Die ceremonie van toen zij 18 werd, ik vond het
prachtig inderdaad. Ze hield daar een toespraak. Natuurlijk ook weer niet alleen in het Nederlands. En het Nederlands is ook goed vergeleken met de rest van de familie. Dat is al een wonder. Ze werd natuurlijk onderscheiden door haar vader in de Leopoldsorde. Ook weer eens heel symbolisch. Als in het wit gekleed. Echt een blanco, schoon begin. Debutante? Ja, inderdaad, de debutante. Dan moet het volgende week misschien eens over hebben. En wat ook heel symbolisch was, ze zat eerst dus bij haar ouders. En vervolgens werd zij na haar toespraak eigenlijk overgedragen. Want er waren ook allemaal andere 18-jarigen uitgenodigd. En ging ze bij die 18-jarigen zitten. Want daar hoorden ze nu bij. En het nieuw begin. Het was, ja, ik vond het prachtig. Ik vind het echt een gemis dat we zoiets niet hebben gehad in Nederland. Natuurlijk ook geen bal voor Amalia's 18e verjaardag. Wat we wel hebben gezien toen zij naar Denemarken ging en naar Noorwegen. En wat viel jou op afgelopen week? Wat viel mij op afgelopen week? In welke. Oh, wat mij inderdaad opviel deze week. Moet ik altijd even nadenken. Rick, de royalty-kenner. Ik ben natuurlijk ook een beetje gaan lezen. Wat ik dacht van. Hé, hey, dat moet ik ook van de Daily Mirror. Allemaal die enge kranten. Maar we hebben het even over het wapen van de Sussexjes. Dat zijn dus Harry en Meghan. We hebben het vorige week al heel kort aangestipt. Maar nu gaan ze in Engeland pas echt los, volgens mij, daarover. Ze gaan los, maar dat komt ook omdat zij nu veel meer, die Harry en Meghan, nu de publiciteit zoeken. Want ik denk dat dat schatkistje, nou ja, hij heeft natuurlijk ontzettend veel van zijn moeder geërfd. Hè? Dus ik bedoel, dat geld zal er nog wel aardig wat zijn. Maar ze moeten toch ook inkomsten hebben. En hoe doe je dat dan? Hè? Kijk, wij zijn gewoon Rick en Odilia. En wij gaan leuk een podcast doen. Maar zij moet gewoon denken, hé, we gaan ook een podcast maken. Dat hebben we ons natuurlijk gehoord. Wij gaan dat ook doen. En die gaan dat dan meteen in de wereld zetten. Met, hoe ga je dat nou doen? Nou, lekker een wapen in die website gooien. Sussex.com, ja. Ja, Sussex.com. Want dat was Sussex Royal, dat mag niet meer. Want Royal, dat is natuurlijk, dat hoort bij de Britse koninklijke familie. Er is een soort van veto uitgesproken. Jullie zijn nog wel koninklijke hoogheid, maar zeg het dan maar niet meer. Gebruik het niet commercieel. Maar op die website, het lijkt wel alsof het een eigen koninklijke familie is. Ja, precies. En wat het is met zo'n wapen, dat staat gewoon in de handleiding van koninklijke wapens. Die mag je dus niet gebruiken voor zakelijke doeleinden. Maar dat doen zij dus gewoon wel. Ja. En dan, weet je, als je dat dan doet, dan zeg ik oké. Okay, maar dat had Prins Harry had dat absoluut moet weten. Meghan niet. Want die komt natuurlijk niet vandaan. Kijk, hun zakelijke dingen, dat doen ze eigenlijk via de Archwell-organisatie. En die website Sussex.com, dat is echt wel een, ja, wat zij hadden willen doen. Zij wilden natuurlijk en commerciële dingen doen via dat Archwell. En daarnaast wilden zij eigenlijk met één been binnen het koningshuis blijven en koninklijke taken destijds nog namens Elizabeth verrichten. Dat mocht niet, dat was erin of eruit. En op die website doen ze dus eigenlijk dat liefdadigheidswerk wat normaal gesproken binnen een koninklijke familie valt. Dus ik zou niet zeggen dat het per se commercieel is. Dat ze het commercieel exploiteren. Maar nou ja, het oogt wel koninklijk. Ja, het oogt koninklijk. Ja, absoluut. En als ze dat wapen er dan ook opzetten, moet je wel het goede wapen erop zetten. Want er zitten her en der wat foutjes in. Omdat dat wapen is gewoon voor haar gemaakt. Dat wordt voor Camilla is dat ook gemaakt. Toen zij ging trouwen met Charles. En toen Meghan ging trouwen met Harry, is dat wapen ook gemaakt. Daar hebben ze zich erg mee bemoeid. Dus ze wilden dat blauw van California wilden ze erin hebben. Ze wilden de sun rays, de zonnestralen erin hebben. Ze wilden al bloemen hebben van de Sussexjes daar, waar zij woonden. Hè, waar ze dat. En aan de andere kant staat dan, en zij staat er dan op. En aan zij de is de zangleister die aan de rechterkant staat, volgens mij. Aan de linkerkant staat dan de leeuw. Die namens Harry, de koninklijke familie. Namens Harry. En daar gaat het fout. Want op dat moment, 2018, toen dat wapen gemaakt werd, dat is een heel speciaal afdeling is dat die dat allemaal doet. Dat je kan niet zomaar even een wapen maken. Toen was Harry was nog de kleinzoon van de monarch. Hè, want daar gaat het om. Ja. Dus had hij op in dat gebied had hij 5 van die soort
pijltjes-achtige dingen. Dat is om de nek van de leeuw, is dat geloof ik? Om de nek van de leeuw. Ik weet niet even hoe je dat doet, maar in vijf van die soort punten. Ja. Iedereen die daar verstand van heeft, die weet, hij is de kleinzoon van de monarch. Ja. Maar hij is nu helemaal geen kleinzoon van de monarch, want de monarch is overleden, Queen Elizabeth. Ja. En hij is nu gewoon de zoon van de monarch. Dus moeten er twee van die pijlen moet weg en dan moeten dus gewoon drie moeten er blijven. En dat hebben ze dus gewoon niet gedaan. Dus aan de ene kant zit je dus heel erg in die traditie. Ik ga dat allemaal voeren. En aan de andere kant heb je er geen verstand van wat dat hoe nou dat luistert. Plus, er is natuurlijk ook nog eens een gezamenlijk wapen. En dat had hier moeten staan. Want nu is het, wat eigenlijk afstraalt uit alle foto's ook, de website van Meghan ongeveer. En wat ik ook wel grappig vind aan dat wapen, wat ze dus blijkbaar toch zelf heeft mede ontworpen. Die zanglijster die haar dus representeert, die heeft een soort van hertogenkroon om haar nek, alsof ze gewurgd wordt door de kroon. Ik vind het wel heel erg typerend. Alsof de geschiedenis toen al... het was een vooruitziende blik misschien wel. Nou, ik vind het bijna griezelig. Ja. Weet je wel, want het was wel... zijn er toch wel heel veel schommelingen en dingen gebeurd in dat koninkhuis. Ik vond op een gegeven moment die fragiele koningin Elizabeth en dol op die kleinzoon, die Harry. Ja. Want de dochtertjes ook naar zijn grootmoeder. Kon echt een potje breken, ja. Hij kon een potje breken en zij heeft hem daar... Dus was ook heel lief dat ze met Meghan op pad ging. Vond ik ook nog heel wat. Maar toen ik haar zo zag, zo fragiel, dat ik dat heeft die vrouw veel in haar leven meegemaakt. Ja. Met Diana, met al die scheidingen. Nou, dan zeg ik tegen ons koningshuis... Nou, dat is toch wel even wat anders, hè? En ik denk dat het laatste woord hier ook nog niet over gezegd is. Ik denk dat er toch nog wel een briefje vanuit Buckingham Palace die kant op gaat. Ik denk het ook. onze koningin was vorige week in Sassenheim. Ik moest dit toch nog even aan je laten zien. Komt u wel eens vaker in dit soort winkels? Ja, absoluut. Ja? Jawel. En altijd zo. Ja, sommige spullen zijn heel mooi. Ja, dat is. Dus waarom zou je niet doen? En ik vind het ook heel belangrijk voor circulariteit. Ja, sommige precies. Spullen, ook als ik het zelf niet gebruik, dan probeer je dat zelf echt weg te geven. Is dit een heel diplomatiek antwoord voor eigenlijk kom ik hier echt absoluut helemaal nooit. Ik kan het me gewoon niet voorstellen eigenlijk. Jij wel? Ik heb niet kringloop en maximaal dat ik dat echt connected met elkaar connecten. Maar ik denk wel trouwens dat ook door de gravin met haar winkel in Den Haag. Eloise, ja. Ja, Eloise. Dat ze daar natuurlijk ook mee bezig zijn. Ze hebben dat hele paleishuis Ten Bosch, hebben ze ook duurzaam moeten verbouwen, toch? Met allerlei regels. Ja, maar alles wat daar is ingebracht, haar werkkamer, daar is natuurlijk niet op bespaard verder. En als ik dan de verhalen heb gehoord van de mensen die daar rondom de verbouwing zijn geweest, dat als de koningin kwam kijken naar een tussenresultaat, zeg maar, dan moest alles compleet vrij worden gemaakt en iedereen moest ook weg zijn en alles moest erin gemonteerd worden. En dan bleek een stopcontact 10 centimeter te hoog of te laag te zijn, dan kon alles opnieuw. Nou goed, misschien moeten we door naar het volgende. Maar ze dan wel een hele leuke Rubik's Cup mee van de kringloop. En ik ga ook heel veel naar de kringloop voor mijn kleinkinderen. Want dan kan je puzzels en boekjes. En ik ben gewoon voorstander van lekker kringlopen. Het was dus een weggeefwinkel trouwens. Dat is geen kringloop. En er stond dus een potje dat je dus een donatie kon doen. Maar voor zover ik weet heeft ze geen donatie gedaan. Nee. Vind ik dan weer gemiste kans. Ik heb het ook niet gezien. Nee. Over kringloop gesproken, dat is een beetje denigrerend. Er is een update over Eloise. Ze had foto's geplaatst, er zijn jurken gedoneerd en dat viel me meteen op. Het was verdorie, een jurk van Amalia leek het wel. Bloemetjesjurk van Amalia? Het is de jurk geweest die zij onder andere heeft gedragen op Curaçao. En ook nog op die hele belangrijke dag, een dag na haar 18e verjaardag, toen ze naar de Raad van State ging. Dus een historische jurk. En die hing daar zomaar. Dat is een jurk van L'Adresse. Het bleek dus een donatie te zijn van L'Adresse. Dan vind ik het wel heel erg dubieus. L'Adresse heeft natuurlijk, weet ik hoeveel jurken in de collectie. En dat ze dan juist deze jurk uitkiezen om daarmee de publiciteit te halen.
Vind ik een beetje dubieus. Dubieus, weet je, ik denk dat het verdomde commercieel is. Laten we het zo eens even hebben. Je moet natuurlijk toch... Er zijn ongelooflijk veel tweedehands winkels. En je hebt Vinted en je hebt allerlei dingen, weet je wel. Dus wat dat betreft is het helemaal niet vernieuwend. Dus hoe moet je dan zeggen... hoe moet je onderscheiden? Nou, dat dan gebruiken ze zoals... Je kan het terugkoppelen naar Meghan en Harry. Hoe gebruiken die dan hun koninklijke dingen? Ja. Dat doen ze ook, voor commerciële doeleinden ook. Want ze zijn natuurlijk, weet je, het is niet allemaal charity. Houdt ze op, geloof ik, helemaal niks van. Maar dit is ook van, hoe maken we reclame? Nou, en dan L'Adresse, dat is natuurlijk, die verkopen ook alles online, weet je. Dus voor hun PR, een goede PR-stand. En dan krijg je zo, oh, is dat de jurk van Amalia? Zou Eloïse het geweten hebben? Nou, denk het wel. Oké. Hè? Ze heeft hier bewust aan meegedaan. Ik weet je, als ik zo'n winkel zou hebben en ik moet mijn huur betalen en ik moet personeel betalen, ja, als ik dan iets kan gebruiken daarvoor, dat ik denk, nou, dan komen er misschien uit nieuwsgierigheid. Hè? Hoe trek je mensen? Ja. Nou, het is gewoon, toen ik er was, waren er helemaal mensen niet uit Den Haag. Die kwamen gewoon nieuwsgierig echt even kijken. Mensen. En die denken, dagjes mensen. En die denken, voor ons prima in Den Haag. Laat ze maar komen. Met bus. Maar, prima. Maar ja, je moet natuurlijk wat. En je kan niet zeggen van, ja, je bent nu... Omdat je dus een bepaalde achtergrond hebt... Dat je niet die commercie moet doen. Je moet alleen wel... Je hebt ook noblesse oblige. Ja. Het verplicht ook dat je niet dat gaat misbruiken. Mm-hmm. Ja, daar moet de koning daar misschien afspraken voor maken. Ik zag wel op de stories ook van afgelopen zaterdag... dat Laurentine ook echt vooraan in de winkel staat. En die is gewoon een aantal mensen... Ja, ik weet niet of dat het echt klanten zijn geweest... maar uitgebreid de tijd nam om te vertellen. Zo leek het in ieder geval. Hartstikke leuk. Ja. Nou, prima. Weet je wat? Hoe leuk is het ook niet? Leuk om zoiets met je dokter en je moeder dokter te kunnen opzetten. Enig. En natuurlijk die Thomas die dat doet. Nieuws van deze week nog. Maxima was bij de Scouts... hartstikke leuk. Zij is dus beschermvrouwen. Dat doet ze al jaren. Het is ook heel koninklijk eigenlijk. Dat is ooit door Hendrik. Dat was de eerste die zich daarbij betrok eigenlijk. Toen was het relatief nieuw. Volgens mij is het toen uit het buitenland gehaald. En is hij er een beetje mee begonnen, Hendrik. Vervolgens de volgende man van Bernard. Die nam het over. Die werd echt een koninklijk... ik ben even de titel kwijt. Maar had echt een bepaalde functie had hij zichzelf aangemeten daar bij de Scouts. Klaus deed het op een wat minder hoogdravende manier dan dat zijn voorgangers dat deden. En Max die maakte ook weer iets totaal eigens van. Dus helemaal niet vanzelfsprekend dat zij dit ging doen. Ze heeft ook eigenlijk maar in al die 20 jaar dat ze bij het Koningshuis zit... heeft ze ook 20 bezoeken denk ik ongeveer gebracht aan die Scouts. Terwijl... Kort Oranje Fonds, ja, dat zullen honderden bezoeken zijn geweest. Nou ja, zou dat best wel wat meer aandacht mogen krijgen. Ja, absoluut. En ik denk dat zij dat ook wel een warm hart toedraagt. Want weet je, kinderen die met elkaar wat doen, dat kan een sportclub zijn. Of maar met die scouts heb je natuurlijk een beetje dat... Ja, dat militaristische, laat ik het zo maar even zeggen. Hè, dat je bij mij in de buurt, in het bos, heb je dus ook zo'n de scout. En die komen dan bij elkaar. En dan hoor je ze zingen. En dan zo met dat petje af, als de vlag wordt gehezen. Dus dat zijn respect hebben voor de normen en waarden binnen die club. En ik denk, nou, dat zouden wel de jeugd. Want tegenwoordig zou wel eens meer normen, waarden en respect. Hè, want dat is langzaam. Hand wel een beetje weg met die pampermaatschappij voor de jongere kinderen nu. Dat denk ik. Die hebben nog voor zoveel problemen komen die te staan. Mm-hmm. Dat die moeten stevige pootjes krijgen. En ik denk dat de scouts daar wel... De scouts kan ook een voetbal zijn. Het kan ook, weet je, het kan gewoon iets, een andere sport zijn. Een teamsport, maar wel waar mores van de club heerst. Ja. En dat geldt eigenlijk voor zoveel dingen. Ja. Het leuke aan de scouting en Maxima is dat zij dus op zo'n manier het eigen heeft gemaakt dat zij... Kijk, zij heeft een aantal paradepaardjes eigenlijk. Zoals nu mentale gezondheid. Daar ging dit bezoek dan heel erg over. Om dat te combineren. Om ook samen te werken met Mindus. Maar waar ze ook steeds op hamert bijvoorbeeld... is de participatie van meisjes in de organisatie en vrouwen. Maar ook jongeren met een migratieachtergrond bijvoorbeeld. En wat ook wel grappig is bij bijvoorbeeld een jamboree, zo'n samenkomst van alle landen. Dan heeft Maxima ook weer zo'n idee van, ja, maar wat gaan jullie dan bijvoorbeeld voor de lunch serveren?
ja, boterhammen natuurlijk, want het is hartstikke Hollands. En zij denkt dan van, ja, maar nee, dat moet je helemaal niet willen. Want Aziatische kinderen en zo, of uit Zuid-Amerika, die zitten echt niet te wachten op die Hollandse boterhammen met kaas. Die zorg voor papjes en zorg voor granola en dat soort dingen inderdaad. En meer fruit. Nou, dus wat dat betreft wordt zo'n organisatie, leert dan ook weer anders te denken inderdaad. En Maxima weet dan ook weer te verbinden met haar eigen organisatie. Dus dat is toch wel een pluspunt. Vind ik ontzettend leuk. En dat ik denk dat je dat ook als rol, die rol hebt. Hebben ze ook wat de koning altijd hoog in zijn vaandel heeft staan, is die verbinding. Zeker. En zijn echtgenoot is een verlengstuk, dus dat is ook verbinden. En als je dat kan, doordat je een bepaalde rol vervult in de maatschappij, dan ben je goed bezig, vind ik. Over de koning en verbinden gesproken. De koning had iemand te gast op Noord-Einde. Heb je het gezien? Ja. Thierry Baudet. Ja, ik heb het gezien. Op de thee, op de koffie. En er lagen koekjes bij. Ja. En dat waren bokkenpoten. Ja, dat viel me op trouwens. Dat een tijd geleden kwam Caroline van der Plas kwam langs. Met een mooie oranje sjaal. Dat was op Huis ten Bosch. Kreeg geen koekjes. Lagen geen koekjes op de foto. Oh nee, geestig is dat. Misschien had zij gevraagd dat die even weg konden. Ja, de koekjes. Idee, ja. Nou, dat weet ik niet. Koekjes, bokkenpoot. Heerlijk trouwens. Heel ouderwets. En volgens Willem-Alexander eet normaal gesproken alleen Mark Rutte alle koekjes. Maar ik kan je vertellen, ik ken nog iemand die de koekjes daar heel graag eet. Ze hebben namelijk meerdere soorten bokkenpootjes. Ze hebben melk en puur. Ik vind het heel ouderwets. Heerlijk. Nou. Ontzettend lekker. Maar goed. Ja, verbinden. Hij heeft natuurlijk niet zo'n rol, speelt hij verder in met de hele politiek natuurlijk. Maar hij is wel het staatshoofd. Die rol moet hij ook vervullen. Dus hij moet altijd de dialoog moet hij aangaan. Ja. Net zoals een diplomaat, een ambassadeur, heeft altijd, ook al vind je het verschrikkelijk, al ben je het niet eens met landen die vechten en ruzie maken, weet ik wat, als ambassadeur ben je verplicht om de dialoog aan te gaan. Ja. Want zonder dialoog, weet je wel, dat geldt trouwens voor alles. Dus dat is natuurlijk goed. Thierry Baudet is ook een onderdaan, om het zomaar te noemen, wat je vroeger dan zei. Ik ben benieuwd hoe hij dat zelf ziet. Ja, en nou ja, wat ik denk dat heel belangrijk is, dat hij heeft mensen die op hem stemmen. Ja. Dus dat moet de koning ook weten. Zeker, ja. En de koning heeft natuurlijk een aantal rechten eigenlijk, onder andere om te worden geïnformeerd. Kijk, bij die formatie is hij dan officieel niet betrokken, maar door met mensen te praten kan hij zo gelukkig wel op andere gedachten misschien wel krijgen. Nou, dus, het feit dat Geert Wilders Kim Putters heeft aangesteld als informateur, dat vind ik dan toch wel weer hoopvol. Hoopvol, ja. Absoluut. Dat vind ik gewoon een aardige, weet je wel, een beetje man zoals we ze vroeger hadden. Als je nou dat laatste interview van die inmiddels overleden is van 8 zat, dat was echt de politiek, waar politieke dieren, politiek die zo erin zat, die zoiets had van dat mensen wat wisten. Ik heb soms weet je, en dan kijk naar die politiek, zeg ik, wat zeg je nou eigenlijk? Wat weet je nou? Professor Putters for President. Ja. Ik vind het een leuke man, okay. Trouwens. Terwijl wij nu alle nieuwtjes aan het bespreken waren, kwam er ondertussen weer telefoon. Dat is die Matthijs weer. Hij heeft iets ingesproken. Matthijs weer? Hij heeft iets ingesproken. Dag Rick en Odilia, doe het even zo. Het was in 2006 namelijk in Turijn. Toen was ik in het Holland Heinekenhuis in het VIP-gedeelte. En toen stond hij daar ook. Zonder Maxima, met een man die ik niet kende. Maar ze waren flink dankjes aan het wegtikken. En hij dronk gin tonic. En ik zal nooit vergeten, hij ging naar de bar toe. En er stond zo'n werkstudent. En hij zei, mag ik nog 2 gin tonic? En die werkstudent zette zo neer. En hij zegt, nou, dat zijn niet uw eerste. En ik zie dat gezicht van Willem-Alexander vertrekken. Echt als blikken konden doden. Woest was hij. Ja. Weer over de drank, die Matthijs. Hè? Hadden we vorige podcast ook. Hè? Dat Maxima had gezegd. Dat hij van de drank af moest. Van de drank af moest. Nou, dat is gewoon een onzinverhaal, volgens mij. Maar en dit, GNT, dit is natuurlijk ontzettend lekker. Ik vind dat een werkstudent dat gewoon niet kan zeggen. Nee, maar je weet, in dat soort evenementen, daar wordt dan zo'n ploeg ingehuurd van
studenten die van toeten of blazen weten waarschijnlijk. Ja, zo is het gebeurd. Maar ja, etiketten-wise zeg ik gewoon, waarom moet je dat nou zeggen? Nou, die gaan er lekker in en zo. Nee, nou, gewoon die had waarschijnlijk niet. Ook geen idee wie maar, die voor zich had. Nee, dat, nou ja, dat kan ook, maar ik vind sowieso dat je dat gewoon niet zegt. Je schenkt het gewoon in en je geeft het en gaat helemaal niet nog iets toevoegen. Dat is ook wel, weet je, iedereen ken je plaats. Zit tegenwoordig zo te oh, er komt altijd oh, een toevoeging. Oh, ja, weet je wel, oh, Ik moet netjes, keurig. Ik ben natuurlijk gewoon goed opgevoed, haha. Maar ik vind dat die toevoegingen elke keer die mensen hebben. Ze zeggen één ding en dan moeten ze er toch nog... Nou, dat smaakt lekker, hè, die gin tonic. Nou, ik zou ook zeggen... Naar mezelf. Is natuurlijk ook weer niet... dat is ook weer niet zo heel netjes om zo te brommen, boos terug te gaan doen. Maar misschien even een blik van, nou ja, en gewoon weglopen. Ja, onze koning... I don't know. Ik zou het vervelend vinden als ik mijn 10e glas wijn of zo zou ergens zou halen. Iemand zeggen, nou, mevrouw de Raad, dat gaat er lekker in. Dan denk ik, nou zeg, van maar, bemoei jij je mee? Van de andere kant is er wel een verantwoordelijkheid die zo iemand heeft achter de bar. Want dronken mensen mag je niet schenken. Dus je bent ook een soort van verantwoordelijk als diegene zo meteen inderdaad door een glazen tafel heen valt. Heb jij wel dat drankje te veel ingeschonken en meegegeven? Nou, ik vind, moet ik je nou eerlijk zeggen, dat vind ik nou weer zo een betuttelend iets dat de barkeeper op moet gaan letten wat jij drinkt. Het is Kom de wet, op. Mevrouw de Raditz. Hè? Het is de wet. Ja, de wet. Nou ja, maar die wet. We doen zijn zoveel wetten. Dan denk ik, hou eens op met al die wetten. We hebben geloof ik de meeste wetten hier. Het is wel niet te geloof ik de wet, maar ik bedoel, het is toch je eigen verantwoordelijkheid. En je stapt gewoon niet in de auto of je gaat anderszins dingen doen als je helemaal bezopen bent. Dat is dan weer het voordeel inderdaad wat de koning heeft. Die hoeft niet meestal zelf de auto in te stappen. Ik heb zelf wel eens gehoord dat hij na een feestje bij vrienden thuis... de chauffeur stond natuurlijk klaar. Hij is de auto ingedoken, horizontaal. Zo dronken was hij. Nou, heerlijk. Dat gebeurt iedereen wel eens, toch? Van oudsher hoor je op de troon te blijven zitten tot aan je dood. Maar in Nederland is het een traditie, abdicatie. Het was het verboden A-woord in Buckingham Palace in het bijzijn van wijle Queen Elizabeth. Maar steeds meer royals gunnen zichzelf een pensioen. Januari 2013, Beatrix kondigde aan dat ze ging aftreden. Kun jij ze nog voor de geest halen? Tuurlijk. Waar zag je? Ik denk in het buitenland was ik, 2013. Dus ik heb het daar gezien. Was dat Luxemburg nog? Zat je daar toen? Zat ik daar nog in Luxemburg? Ik moet even. Nee, volgens mij zat ik in Praag toen, dacht ik. In Praag, ja. En we hebben het daar natuurlijk gezien. Nou, ze zat daar zo... Wist je trouwens, want er kwam een bericht van tevoren kwam er ja, al uit, hè? Ja. Van, zat je van tevoren al voor de tv om af te wachten wat ja, er ging gebeuren? Ja, en we wisten het. Tenminste, vermoeden het. Het was zo, weet je wel, het was zo... Dat persbericht had natuurlijk de ambassade ook gekregen. Dus we wisten, we gaan gewoon kijken. En toen ze daar zat, zo... ik wil u bedanken dat ik 33 jaar uw koningin heb mogen zijn. En ik wil prins Klaus ook bedanken en zo. Nou, weer bijna tranen. Ik kreeg gewoon tranen van in mijn ogen. Ik vond het zo. Dat ik dacht, jemie, dat vak wat je hebt moeten doen 33 jaar lang. Hè? Omdat je in dat wiegje bent geboren waar dat wapentje boven hangt. Ja. Ja. Het is natuurlijk niet helemaal hoe het heurt eigenlijk. Hè? Want er is maar één iemand die het dan ook kan afpakken. God heeft je voorbestemd om daar in die wieg te liggen. Dan kan ook alleen God het van je afnemen. Ja, maar dat, ik vind dat wel ongelooflijk zwaar. Dat is natuurlijk in Engeland is dat gewoon zo. Klaar, je gaat niet eerder aftreden dan dat je in je kist ligt. En dan is het ook helemaal klaar. Dan ben je gewoon... weer koningin af. Je bent gewoon mens, hè? Ik vind dat je recht hebt op pensioen. Je hebt een zwaar leven gehad. En ook, weet je wel, je krijgt natuurlijk allemaal mankementen. En als het nou een leuk mankement is, of leuk, nou, het is nooit leuk mankement, maar als je zegt, nou, ik heb gewoon pijn in mijn knie en weet ik wat, dan is het nog wel te doen. Maar ik bedoel, Juliana was gewoon echt, die was toch al een beetje, merkte je, de weg een beetje kwijt. Hè? Nog niet helemaal, maar toch. Hè, toen... Dus ik vond eigenlijk... Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ik vind dat wij in Nederland dat
heel goed doen. Ja, zoals Juliana, toevallig dat je eraan stipt, 2 keer met pensioen gegaan. Ze ging natuurlijk in 1980 toen zij aftrad ten gunste van haar dochter. Maar vervolgens is zij deze week, 25 jaar geleden, kwam het persbericht dat ze niet langer in de openbaarheid zou komen. Dus begin 99 was dat. Dat was dus een tijdje nadat het huwelijk was van Maurits en Marilène, waar een beetje ophef over was. Nou, een beetje ophef. Alle kerken stonden op de barricade tegen elkaar, want de oud-koningin die heeft de hostie gehaald. En dat mag helemaal niet, want ze is natuurlijk niet katholiek. Is ze nog wel oké? Nou, ze was inderdaad eigenlijk niet meer oké. Maar dat Margriet ook de hostie heeft gehaald, daar heeft niemand het over gehad, volgens mij. Nee. Hoogste bomen die vangen dan de wind, toch? Ja, Juliana was toen 89, dat ze dus echt naar de achtergrond verdween. Permanent ook wel zorg nodig had. Nou, Beatrix is natuurlijk nog helemaal niet zover. Ik was in november nog met haar op Aruba. Daar vertelde ze nou echt met een guitige glimlach, nou, ik hoop nog wel een keer terug te komen. Geloof dus ik ook voor wel. Haar, ja, ze, ja. Kijk, toen ze net afgetreden was, toen had ze ook de hoop uitgesproken. Dat afscheid nemen niet betekent dat ik afscheid neem van u. En ik hoop u nog dikwijls te ontmoeten, zei ze toen. Nou, dat gebeurt ook nog wel. Al was het in dat eerste jaar daarna, waren het echt tientallen bezoekjes. Een stuk of 60 of zo. Nu zijn het er nog maar 20 in een jaar. Ja, maar denk ze wordt natuurlijk ook ouder, weet je. En het luistert. Ja, jemie, het is toch weer een protocol. Hè? De prinses komt. Dus is toch. Daar zijn mensen die daar allemaal toch een beetje mee bezig zijn dat het goed loopt. Dus ik denk dat ze gewoon de kersen uit het. Hoe zeg je dat? De krent uit de pap. De krent uit de pap. Niet de kersen uit de taart, maar de krent uit de pap. Dat ze dat haalt. Dat vind ik leuk. Dat draag ik een warm hart toe. En die Caribbean heeft natuurlijk altijd al haar hart gehad. Dus dan zeg ik, nou, ik vind ontzettend leuk dat je nog wat doet. Want anders val je ook in een gat. Ja. Ik bedoel, je kan een beetje beeld houden en allemaal dat soort dingen doet doen. Maar dat ja, geweldig. En paardrijden weet ik eigenlijk niet, maar ik denk dat je moet jezelf wel. Het is toch een gat waar je in gaat vallen. Ja, ja. Je noemde het al even de prinses. Want we zijn ook het enige land dat een andere titel verzint. Kijk, Elizabeth, toen zij haar 60-jarig jubileum vierde, toen had ze een lunch voor alle leiders over de hele wereld. Toen zaten naast haar, als ik het goed heb hoor, koning Constantijn van Griekenland. Helemaal geen koning meer in feite. En aan de andere kant, Simeon van Bulgarije. Nou, had ook verre van een troon onder zijn kont, zeg maar. Nee, niet. Maar nee. Wat haar betreft is eenmaal koning of koningin altijd koning of koningin. En zo zie je het ook in België. Er waren op een gegeven moment tot eind 2014. Philippe zat inmiddels op de troon. Maar Albert en Paola waren er ook nog. Koning en koningin. En zelfs Fabiola was er nog. Ja. Dus er waren 3 koninginnen op dat moment in België. Ja. En wij maken daar prinses van. Ja, ik vind het ook altijd heel gek. Dat heb ik gewoon gek gevonden. Want we hebben in Engeland de koningin moeder natuurlijk ook gehad. Een dat prachtige vind ik titel. Ja, vind ik een fantastische titel. Want dan ben je gewoon je hebt 2 petten op. Je bent koningin geweest en je bent moeder. Nou, dat is gewoon een geweldige tribute to koningschap, tribute to moederschap. Dus ik vind dat gewoon heel mooi. Ik vind prinses Beatrix, heb ik altijd. In het begin zei ik dat ook niet, want ik was zo gewend natuurlijk aan koningin Beatrix. Nu ben ik eraan gewend, omdat je het overal ziet. Maar koningin moeder, ik hoop later dat Maxima gewoon als Amalia op de troon gaat komen. Dat zij gewoon koningin moeder wordt en de koning gewoon koning. Waarom niet? Wat is er mis mee? Wordt wel een zootje, want er is natuurlijk ook nog de vraag of dat de partner van Amalia tegen die tijd, of dat hij dan ook koning mag gaan heten. Of prins gemaal. Oh, daar moeten we het echt nog wel een keer over hebben, inderdaad. Maar Willem-Alexander nu zou overlijden en Amalia op de troon zou komen, nou, laten we het niet hopen, nee, inderdaad. Nee, God forbid, zeg. Dan zou het best wel logisch zijn als Maxima dus wel koningin moeder zal zijn, bijvoorbeeld. Want de koningin regentes zou ze niet meer kunnen zijn, omdat natuurlijk Amalia dan 18, die is 18. Ja. Zoals Emma natuurlijk de regentes was van kleine Willemien toen die jong haar Daarna vader werd verloor. Zij natuurlijk koningin moeder Emma wel. Ja, ja. En omdat hij niet is afgetreden, waarin het harnas is gestorven, is het ook niet een degradatie ineens van die titel. Maar nee. Ik denk dat de Nederlandse politiek daar dan toch wel weer een stokje voor gaat steken, natuurlijk. Ik vind juist, we hebben die traditie, nou laten we die nog gewoon in ere houden, weet je. En vanaf de eerste koning al, hè? Koning Willem I, die trad al af. Hij heeft niet heel lang meer geleefd, natuurlijk. En de koningen daarna, Willem II, die stierf
vrij plotseling eigenlijk helemaal niet zo oud. Nee, Willem, jong. Ja, precies. En Willem III, ja, die moest wel doorgaan. Want ja, het was geen optie om zijn dochter 10 jaar op de troon te zetten. Dat kon natuurlijk niet. Dus abdicatie was voor hem gewoon geen optie. Nee, geen anders optie. Hadden zij het waarschijnlijk ook wel ooit gedaan. Maar ik ben toch voorstander van hem gewoon, als je dat nou al die jaren, 33 jaar, dat hebt gedaan bij je. Hè, ik ben uw koningin geweest, dan ben ik u dankbaar voor 33 jaar, dan opeens ben je prinses. Dat vind ik gewoon, dat klopt gewoon niet. Kijk, want dat is toch anders. Degradatie. Ja, jammer. Ik vind het gewoon jammer. Maar verder dat je met pensioen gaat, ik vind, jemie, je zou maar gewoon tot je dood zou je. Ik vind koning dat een lot Harald. Erger dan koning de dood. Koning Harald van Noorwegen. Ik weet niet of dat je die wel eens ziet, maar die is nu... die is net 87 geworden. Die loopt al jaren met krukken. 2 krukken. Vorig jaar was hij op bezoek bij toen nog nog steeds koningin Margrethe. Maar toen was hij nog staatshoofd. Toen is hij dus gewoon voor haar voeten neergeflikkerd. Ja. Gewoon zielig. Zielig. Ja, toen heeft Margrethe wel een grapje gemaakt van... nou, dat is wel heel veel eer. Ik kan niet zeggen dat ik dat het ook zo voor jou ga doen, Harald. Ja. Ja, weet je, ik vind dat ook. Weet je, hou de eer nou aan jezelf. En weet je, het is nu met de koningin Margarethe uit Denemarken... die nu, weet je, haar zoon de floor aan hem heeft gegeven. Terwijl ze altijd had gezegd dat ze dat nooit zou doen. Maar ik was erbij. Ik heb een gesprek met haar gehad in dat interview. Zegt ze ook gewoon, ja, jullie hebben in Nederland die traditie. Ik had het ook wel verwacht dat Beatrix dat ging doen. Dus, en wij hebben die traditie niet. Ik ga door tot ik erbij neerval. En dus denken die Denen nu, hier is meer aan de hand. Ik denk dat ook. Ja. Maar weet je, kan je niet veranderen. Ik denk dat ik 10 jaar geleden ook over dingen anders dacht. En misschien dat ze nu, ze rookt natuurlijk een stevig sigaretje. En misschien heeft ze wel is iets dat ze benauwd. Is ze mee gestopt? Oh ja, mee gestopt. Nou, misschien dat artsen zeggen, stop daar dan maar mee. Maar dat ze misschien ook, dat ze zitten ook veel. Hè, bij die passage, dat ze dan dat de Denen langskomen, zit zij. Nou, dat vind ik ook al wat een koningin. Ik bedoel, als je je been tijdelijk hebt gebroken, dan zeg ik, ja, prima, je kan zitten. Maar nu denk ik, nee, prima, ga dan maar lekker genieten nog van de tijd die je rest. Ja. En die jongen, die gaat prima. Ja. Die kan dat prima met een leuke vrouw erbij. Bij die troonswisseling heb ik een aantal Denen daar gesproken. En die zeiden, nou, ik denk dat zij niet wil dat we haar gaan zien lijden. Dat er echt iets heel ernstigs aan de hand is. Maar goed, voorlopig zien we dat niet. Vorig jaar heeft zij een operatie gehad aan haar rug. En die is goed verlopen. Ze had al jaren echt enorme pijnen. Maar eigenlijk is die rugoperatie ook niet de reden om af te treden. Nee. En het is ook wel gek gegaan. Hè? Pas een paar dagen van tevoren werd Frederik was ingelicht van... hey, you better be prepared, want ik ga aftreden. Maar zou dat zo zijn? Ik bedoel, bij Alexander was het gewoon dat hij al een jaar van tevoren wist. Langer hè? Zelfs. Of langer, ja. Hij had al helemaal bedacht van, nou, op die dag staat de zon zo. Dus daar moeten we rekening mee houden. Nou, ja, dat is daar niet het geval geweest. En ook in België bijvoorbeeld. Een paar weken voordat Albert aankondigde dat hij troonsafstand ging doen, toen zei Paola nog, toen iemand in het publiek vroeg van ja, zou de koning niet eens moeten aftreden? Want hij werd brozer en brozer. Toen haalde ze echt haar neus op van, nou, zoals de paus. Want de paus heeft natuurlijk ook... maar als zelfs de paus kan aftreden... Ja, eens hoor. Ik ben het gewoon mee eens. Ik vind het gewoon eigenlijk onmenselijk. Kom op. En Charles dan? Wat moeten we daarmee? Nou, Die is net begonnen. Ja, die is net begonnen. Het is de jongste. Ja, en dan nu al een akkefietje dat hij ziek is. Vind ik ook wel heel triest. Ik vind, die heeft natuurlijk heel veel, heel lang heeft hij heel veel dingen uit zijn moeders handen ook genomen. En dan is hij dan koning nu. Nee, ik denk dat die roeping, weet je wel, stel, dat is hetzelfde als je heel lang voor iets studeert. Je staat op een wachtlijst om CEO te worden van een heel groot bedrijf. En je wordt het niet. Ja. Nou, dan zeg je, ja, kom, ik heb nou zo lang in die wachtkamer gezeten. Dus ik denk dat ze er allebei met zijn vrouw Camilla, die natuurlijk het klappen van de zweep kent, komt uit een fantastische familie. Ja, ja, ik vind het prima. Zij houdt de boel wel even draaien ondertussen, hè, die Camilla. Zij doet het goed, ze doet het leuk. Ik ben erg verrast door haar. Nou, niet eens verrast eigenlijk, want ik zie hoe hij opflirt van haar en hoe grappig ze ook is. En die royals zijn helemaal niet van de media. Hè. Als daar een persvak staat, Maxima stopt gewoon, poseert even, loopt door. Dat is bij de Britten niet gewoon. Hè? Dat is gewoon doorlopen. Liefst eigenlijk niet kijken. Maar Camilla
Die zegt dan gewoon op een gegeven moment... Oh, jullie wilden een foto maken, hè? Nou, kijk, hier ben ik. En ze loopt weer door. Klaar. Ja, maar dan snapt ze het. Ja, toch. Ze snapt het spelletje. Ze snapt het spelletje. Ik geloof dat zij wat dat betreft een beetje de old boys type is. En zij snapt gewoon dat dat natuurlijk... Die pers staat er niet voor niks. En zij heeft humor op de goede manier. Ze is koninklijk op de goede manier. Dat is een hele mooie balans natuurlijk. Dus ik denk dat... Kijk, het is natuurlijk een grote liefde van Charles. Hoe mooi is dat? Hè? De liefdes die hij had gewoon met haar moeten trouwen, maar door omstandigheden hij weg en zij een huwelijksaanzoek van een ander. Ja, jemie, maar toen ze uiteindelijk met elkaar gingen trouwen, dacht ik nou, het is een team. En dat zijn ze. Maar toch, die tampon, dat kunnen we niet loslaten. Nee, hou op. Nou, dat idioot. Idioot. Nou, Rick, ik wil het er helemaal niet over hebben. Hou op met dat ze viezig is. Nee, ander onderwerp. Daar hebben we het niet over. Elke week behandelen we in Royalty een vraag van een van onze luisteraars. Je kunt je vragen insturen via ons Instagram-kanaal, @royaltynl. Kan natuurlijk helemaal anoniem. Je kunt ook een audiobericht insturen, zoals deze week met de meneer van Breda. Je spreekt met... Met de heer van Breda. Ik heb wel eens een gesprek met een belangrijk persoon. Laten we zeggen, een hoge pief. Een hotemethoot. Maar ik merk dat die burgemeester of minister of wat dan ook... best wel uit zijn... hoe zeg ik dit nou op een nette manier? Ik kan zeg maar ruiken wat hij gisteren heeft gegeten. Wat kan ik het beste doen? Want ik moet vaak nog een uur met hem of haar praten. Groeten. Ja, ik vind dat een beetje precair, dit onderwerp. Maar het is etiketten-wise duidelijkheid, voorkomendheid. Hè? Wat ik vorige keer al zei, dat botst af en toe. Maar hier zou je dus het eerlijk zeggen, maar er niet een item van maken. Mm-hmm. Het is eigenlijk hetzelfde dat je zegt, joh, mag ik nog een kopje thee? Ja. Zo moet je het zeggen. En zeg, god, u ruikt een beetje uit uw mond. U heeft u gisteravond lekker gegeten. Dan snapt zo'n man of vrouw. Maar ik zou het wel zeggen, want het is natuurlijk... Kijk, normaal, als je op een afstand op een partij bent, ga ik het niet zeggen. Maar of als ik 1 minuut met iemand dans en denk, nou, die vind ik niet zo lekker ruiken, dan ga ik dat niet zeggen. Maar zodra die in mijn cirkel komt... je hebt allemaal cirkels die eigen zijn. En wij hebben in Nederland is dat toch zo 50 centimeter afstand, dat iemand niet te dichtbij je moet komen. Maar 50 centimeter afstand kan natuurlijk op een partij waar iemand zo met je staat praten die niet lekker ruikt. Nou, niet fijn. Nee. Dus gewoon zeggen, maar er niet een... Maak er geen item van. Tussen neus en lippen door en je gaat meteen op het onderwerp weer over. En dan heeft die andere, die begrijpt dat. En je kan nog even in je zak kijken. God, ik kan even kijken of ik een pepermuntje heb. Ja. Want ik heb het ook wel eens. Oh nee, helaas heb ik die niet. Nou, kijk eens wat ik in mijn zak heb. Een pepermuntje. Is het nodig? Maar nee, dus het is absoluut niet nodig. Maar toevallig heb ik een... Dit wel eens gehad, hè. Dat koningin Maxima, die was ergens op een bezoek. Volgens mij was het in Australië of zo. En... Ik zag het aan haar gezicht al. Ze pakt haar tasje en ze gaat gewoon even rond met de smint. Ja. Nou, opgelost volgens mij. Je hoeft er niet eens iets van te zeggen. Gewoon lekker uitdelen. Ja, maar kijk, als je het niet zegt, dan als ik het niet zou weten en zij zou met een smint komen waar ik helemaal geen zin in heb, dan zeg ik nee, dank u wel. Doe maar wel, zeg je dan. Oh, dwingend. Een dwingende koningin. Nee, maar ik vind gewoon, je moet het gewoon eigenlijk eerlijk zeggen, maar je moet er geen punt van maken. Je moet niet doen dat iets heel raars is. Want je kan zeggen, nou, het gebeurt mij ook wel eens of whatever. Ja. Maar en dan heel snel door op een ander onderwerp. Ja. Ja, want als je geen pepermunt in de buurt hebt... Nee, nou, goed, maar dan kan je zeggen... Nee, maar dan kan je een beetje... En dan snapt die ander wel waar je... Die snapt dan wel waar je het over hebt. En je moet er niet een punt van maken. Mevrouw de Ranitz, ik hoor dat de muziek bijna ten einde is. We moeten ermee stoppen. Nou, het was weer gezellig, hè? Ja. Volgende week weer hier? Absoluut. Als de luisteraars vooral, als ze vragen hebben... kan natuurlijk altijd via ons Instagram-kanaal of via de mail... odilia@royalty.nl of rick@royalty.nl. Komt het helemaal goed. Dank je wel. Tot de volgende keer. Dag, Rick.